Ik sta hiernaast. Jullie hebben er waarschijnlijk al wel herkend. De enige echte Corrie Konings. En ik ben super blij dat ik hier mag staan vandaag met jou. En je vertelde net, je hebt al een keer opgetreden op de Vierdaagse. Wat vond je daarvan? Ik heb een aantal keren opgetreden eigenlijk op plein 44. En dat was altijd hartstikke leuk en een happening. Dus voor de mensen is dit gewoon een heel groot feest. En het is natuurlijk ook straks spannend dat je het mag halen natuurlijk, hè, die Vierdaagse. Mm-hmm. Ja, want heeft u hem zelf al een keer gelopen? Nee, ik heb hem zelf nooit gelopen. Zou u het willen? Van de ene kant wel, maar ja, ik denk niet meer dat ik het nu moet doen. Mm-hmm. Nee. En vanavond staat u dan hier op het Faberplein. We staan momenteel in een cafeetje. Wat staat er op de planning voor vanavond? Welke liedjes gaat u doen? We hadden op de planning het geheide natuurlijk wat we überhaupt zingen. Maar ook de mensen die dat willen horen. Dus ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Dus voor jou te laat mag je niet vergeten. Mm-hmm. En mooi was die tijd. Leven laten leven. Addio. Ja, nog een paar oude nummers wat ik dan nog wil zingen. Mm-hmm. Dus, Okay. En heeft u voor de komende jaren nog wat leuks op de planning staan? Nou ja, in ieder geval dit jaar willen we nog een nieuwe single uitbrengen. Mm-hmm. Dus dat gaat wel, denk heeft ik. Heeft u al een sneak peek van hoe die gaat heten? Hoe die heten ben ik vergeten. Is dit een hint? Nee hoor. Jammer. Nee, ik wil het nog een keertje overdoen. Okay. En wat vindt u nou van Nijmegen? Ja, Nijmegen is altijd een happening, gezellig. En heel veel mensen. En niet alleen uit Nijmegen, maar gewoon uit heel Nederland. Maar ook uit het buitenland zijn hier heel veel mensen. Dus, en dat klikt allemaal met elkaar. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, gezellige boel hier. Nou, een hele gezellige boel, ja. Ik hoorde dat u eigenlijk zo meteen op moet. Dus wij gaan hier snel weer weg. En ik ga zo meteen voor op het podium eventjes heel hard meezingen met uw liedjes. Want ik vind het nogmaals superleuk dat u er vanavond bent. En ik wens u heel veel plezier. Nou, hartstikke bedankt. Ja. En wie weet tot de volgende keer, hè, wat dat betreft. Ik mag het hopen. Dank u wel voor de tijd. Graag gedaan. En we zien jullie straks.